En het ministerie van Justitie en Politie heeft vanmorgen samen met het Korps Suriname Verkeer Vrijwilligers, KSV, de 8e Suriname 1515 Verkeersveiligheidsmaand aangekondigd. Deze maand loopt van 15 augustus tot 15 september en heeft als doel een brede invulling te geven aan en de aandacht te vragen voor een verantwoord en veilig verkeer. Het thema van de maand is hard rijden brengt onnodig lijden. Volgens KSV-voorzitter Helmut Gesius is uit data van de organisatie gebleken dat de leeftijdscategorie van personen betrokken bij verkeersongevallen in de afgelopen jaren ligt tussen de 15 en 34 jaar. Net die groep die we nodig hebben om te studeren, om carrière te maken, om te werken, en juist daarvan is het slachtoffer. Maar het is ook die groep waarvan we weten dat, om het even zo zeggen, de wilde haren beginnen op te komen, het stoer gedrag bewijzen, of dat je gaat naar de volwassenheid. En niet altijd is dus die groep in staat om deze ontwikkelingen, deze karakterontwikkelingen te combineren met een veilig en verantwoord verkeersgedrag. Roy Belvoor, manager Facilities Management van Telesuur, heeft namens het telecombedrijf verkeersstickers overhandigd aan waarnemend korpschef Roberto Prade. Volgens Prade zullen in deze maand, zoals elk jaar, verhoogde verkeerscontroles worden gehouden door de politie. Mensen doen hun dingen, maar zolang ze het in hun zak voelen, zijn ze wel geneigd om zich aan de regels te houden. We moeten aangeven dat we het tekort natuurlijk overal kunnen zijn. Maar met de beperkte middelen en de beperkte capaciteit die we hebben aan menskracht, proberen we toch zoveel als mogelijk op de meest gevaarlijke wegen, om het zo te zeggen, de politie daar te hebben om de verkeerscriminelen sowieso uit het verkeer te halen en ervoor te zorgen dat er geen ongelukken gebeuren. Roberto Prade, waarnemend korpschef van het Korps Politie Suriname. Hij sprak onze nieuwsdienst vanmorgen na de aankondiging van de 8e Suriname 1515 Verkeersveiligheidsmaand. Deze wordt op 15 september afgesloten. De aankondiging is gehouden in de vergaderzaal van het ministerie van Justitie en Politie.